Ik heb vorig jaar alles gespeeld, Champions League hebben we gespeeld, heb ik ook gespeeld. Ja, kampioen geworden dan. En er zijn wel belangrijke spelers weggegaan. En dan denk ik dat andere spelers het over moeten nemen. En ik vind het een compliment als trainer me noemt als een van de oudere spelers. En dat betekent ook dat ik me daarna moet gedragen. Als je alles speelt bij Anderlecht 1, dan heb je wel een bepaald soort status, laat ik maar zeggen. Maar ja, de jongeren en de ouderen gaan allemaal heel goed overweg met elkaar en dat zie je ook. Dus niemand kijkt op elkaar of niemand kijkt neer op elkaar of wat dan ook. Het is allemaal heel goed en het zit allemaal heel goed in elkaar. Versterkingen zijn altijd welkom, dat zorgt voor concurrentie in de groep. En dat is altijd goed, dus ik weet het niet. We zijn goed versterkt, dat wel, maar als er nog iemand bij komt is het altijd mooi. En wat ik zeg, we hebben een goede versterking gehaald, misschien komt er nog iets bij, misschien niet. Maakt niet uit, want we hebben een fantastisch team en met dit team moet je altijd kampioen worden en altijd kampioen spelen eigenlijk.